De 166 pas beëdigde aspirantagenten van politie hebben hun politieuniform ontvangen. Volgens de penningmeester van de politiebond, Sergio Gentle, is het niet gegaan zoals de bond het wilde. Gentle zegt dat ze voor elk lid van de bond werken, dus ook voor deze groep die pas beëdigd is. De afspraak was dat twee lange broeken zouden krijgen en drie hemden. Maar uiteindelijk begrijp ik dat sommige voorzien zich maar één broek en twee hemden. Een gordel die is nog niet besteld. Tenminste, dat zijn garantie voor de vraag. Dus het is afgegeven aan de leverancier. Ze hebben wel schoeisel gehad. Sommige mensen hebben twee broeken gehad en drie hemden. Sommige mensen hebben één broek gehad en twee hemden. Dus ze moeten nog één broek en nog een hemd krijgen. Maar ja, twee broeken is wat wij hadden voorgesteld. Rekening houdende met het feit dat je schoenenkleren moet kunnen aantrekken en dat je representatief naar het werk moet kunnen gaan. Dus we hebben genoeg genomen voor dit moment met de zaken die de mensen hebben gehad. En de afspraak is dus gemaakt dat ze te zijner tijd zullen worden voorzien van de rest van de spullen. Gentel zegt verder dat de politiebond niet weet hoe het staat met de drie recruten die niet waren beëdigd. Wat we hebben gedaan, hebben de mensen een advocaat, twee advocaten gegeven. Dus die advocaten die zijn nu bezig te procederen tegen de staat Suriname, omdat we vinden dat er zeker zijn onbehoorlijk besturing plaatsgevonden. Het besluit is nergens vastgelegd, het is gewoon mondeling aangezegd. Niemand heeft ooit de moeite gedaan. Niemand heeft ooit de moeite gedaan om de mensen op te tegen besluit te geven waarom ze dan al dan niet in dienst worden genomen. Terwijl ze hun opleidingsovereenkomst hebben nageleefd, ze hebben vakken gehaald, maar de advocaten hebben dus aangegeven dat ze voor twee van de drie mensen in elk geval verwachten dat er een gunstig antwoord, een gunstig resultaat uit voortvloeit. Tot zover Sergio Gentle, penningmeester van de Surinaamse Politiebond. De groep van 166 aspirantagenten van politie heeft hun politieuniform ontvangen. Ze kunnen hun werk nu naar behoren doen.